Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op Darts Actueel. Vandaag spreken we met de allereerste nieuwe tourkaarthouder van deze serie dan, een Nederlandse tourkaarthouder. Het is Jitse van der Wal. Ja, Jitse, alles goed? Ja, zeker weten. Met jou ook? Zeker, zeker. Ja, 24 jaar. Je tourkaart is binnen. Had je dat verwacht van tevoren voor deze editie van Q-School? Nee, totaal niet. Ik wou eigenlijk eerst geen eens gaan, maar omdat ik van mijn manager moest, ben ik gegaan. En waarom wilde je eerst niet gaan dan? Nou, ik had eigenlijk voor mezelf een beetje de handdoek in de ring gegooid, om heel eerlijk te zijn. Ik zat eraan te denken om geen Q-School te gooien en een stapje terug te doen dit jaar om dan een jaar WDF te spelen. Ook omdat ik eind vorig jaar nog Hongarije had gewonnen natuurlijk. En ik denk, ik ga voor de WDF dit jaar en dan wil ik gewoon één keer op Lakeside staan. En als ik dat een keer gehaald heb en daar gespeeld heb, dan vind ik het best. Dan stop ik ermee. Internationaal dan. Dus eigenlijk ben je niet zo blij met je tourkaart. Kan je niet naar Lakeside? Ja, nee, nu zeker wel blij, absoluut, natuurlijk. Nee, maar ik had, ja, in principe had ik er niet op gerekend, maar het is natuurlijk heel fijn dat je hem nu hebt, absoluut. Nee, ik snap je ook En ik. helemaal. Ja, als we dan kijken naar Q-School zelf. Ja, eerst moet je dan nog die first stage spelen. En dan, nou ja, je wint een aantal rondjes, bent dan zeker. Je skipt de laatste dag. Maar ik denk ook na die first stage had je nog niet per se gedacht van oh, die final stage, daar pak ik er eentje, een tourkaart. Nee, eigenlijk niet. Op zich stond ik wel goed te spelen verder. Maar ja, op zich, ik denk, ik neem wel die laatste dag vrij. Want ik had wel goed nagevraagd, goed nagerekend. Ik denk, nou, dat zit wel goed. En ja, dat zat ook dik goed. Dus ik was wel blij met die dag rust ertussen. En op zich begin ik dan die eerste dag van de final stage redelijk goed. En dan pak je een puntje. En ja, eigenlijk rust die had ik ook moeten pakken. Maar goed, daar verzaak ik nog even. En ja, daarna pak je gewoon 2 dagen geen punten. Dus ja, toen had ik het in principe al een beetje opgegeven. Ja, en dan op de Ja. laatste dag haal je die finale. Was misschien het feit dat je gewoon dacht van, oh, ik zie het allemaal wel, waar het schip strandt. Hielp dat misschien juist ook heel erg voor jou als darter? Dat je denkt van, ja, Absoluut. laat maar komen. Ja, absoluut. In principe had ik, nou, net wat ik zeg, ik had het eigenlijk al opgegeven. Ik denk, nou, dit wordt hem niet. En eigenlijk wou ik dus ook geen eens gaan van tevoren al. Dus nou ja, mijn doel was dan nog wel, omdat ik toch ging. Ik denk, nou, ik wil in ieder geval die final stage wel halen. Want dan beschouw ik het gewoon als een weekje training. En dan een training voor de WDF, zeg maar. En ja, die laatste dag ook. Ik denk, ik had er eigenlijk niet zoveel zin meer in die laatste dag. En ik denk gewoon, omdat ik geen zin meer had of zo, dat die druk weg was. En dat, ja, en ik won een rondje en nog een rondje. En ja, toen op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nou. Ja, alleen voor me, ik dacht dat ik de hele dag moest winnen. Dus ik won die halve finale en ik had ook helemaal niks door. Ik won die halve finale en opeens komen er allemaal mensen naar me toe. Nou, gefeliciteerd met je toekaart en dit en dat. Ja, ik zei, maak geen grapje. Je hebt nou de gek met me, of niet? Maar toen had ik hem dus al. Maar dat wist ik echt niet. Oké, en toen dacht je van, ja, wel, ja, een beetje de standaard vraag, maar wat ging er door je heen? Nou, toen heb ik een half uur staan huilen. Ja, echt? Ja, absoluut. Ja, er kwam heel wat emotie los, zeker weten. Kijk, van tevoren zeg je dan wel, ja, ik hoef hem niet per se. Maar als je hem dan pakt, ja, dan dat heeft wel een half uurtje wat raadjes gerold, absoluut. Ja, ik was er uiteindelijk wel, en ik ben er gewoon echt heel blij mee. En dat al die jaren knokken, doorzetten, dingen opofferen en dingen laten, dat het dan eindelijk een keer uitbetaalt. Ja, dan komt er heel wat los. Ja, en daar mag je zeker ook trots op zijn natuurlijk. Ja, je zegt het al, ja, de komende 2 jaar zal je waarschijnlijk nog ja, een stukje meer moeten opofferen om die volledige tour ja, af te gaan. Je bent volgens mij werkzaam in een kringloop. Heb je dat al geregeld met je werk, hoe je dat gaat doen? Ja, mijn baas is heel schappelijk en die gunt mij alles. Dus die zegt ook van jongen, wij gaan gewoon kijken wanneer je weg moet. En dan ga je weg. En dat duren regelen we wel. Dat passen we altijd een mouw aan. Dus dat komt helemaal goed.
Dat is ideaal. Je bent ook eind. Daar tref ik het absoluut mee. Dat, Ja. ook mee. Ja, dat is natuurlijk goed. Je bent ook eind 2023 getrouwd. Ja, je vrouw gaat je nu ook veel minder zien. Wat vindt zij ervan? Ja, nou, die staat er ook 100% achter. Dat hebben we altijd al gezegd toen we een relatie kregen een aantal jaren geleden. Toen heb ik al meteen gezegd van, je moet wel weten waar je aan begint, want ik ben wel vaak weg natuurlijk. Maar nee, die staat er 100% achter. En zij is ook degene die nu eigenlijk zegt van, we zijn bezig om misschien samen met mijn werk te kijken dat ik in principe helemaal niet meer ga werken. Dat ik gewoon echt volledig ga darten, alleen trainen. En ik ga ook mijn sportschool sinds een paar dagen, want ook om fitter te worden natuurlijk. Ik ga de komende 2 jaar echt heel serieus aanpakken. En ik wil gewoon na 2 jaar nog steeds die kaart in handen hebben. Daar ga ik alles aan doen. Ja, dat is een En mooi zij staat doel. er 100%. Ja. Ja, een aantal jaren terug, toen won je een Challenge Tour titel. En toen namen wij ook een interview af. Toen had het volgens mij, ik heb hem toevallig net nog teruggeluisterd. Hadden we het ook, vertelde je ook over dat Ik je ook weer van aan de week. sporten was. En dat heb je nu dus weer opgepakt, omdat je dan denkt dat je toch wat fitter moet zijn op de tour. Hoe moet ik dat zien? Ja, zeker. En ik kreeg het ook aangeboden, want ik heb een sportstudio. Ik woon dan in Dokkum. En het is een oude leraar van mij, die ik al vroeger al, toen ik 15, 16 was, op de middelbare school had. En hij heeft een eigen sportstudio. En hij stuurde mij gelijk eigenlijk een bericht die maandag van een oh, hey, gefeliciteerd met het behalen van je tourkaart en dit en dat. En ja, en toen bood hij me eigenlijk aan van hey, wil je dan hier bij mij sporten? Hè? Als een stukje sponsoring, dan mag ik gewoon gratis daar sporten wanneer ik wil. En ik heb een personal coach en alles van hem gekregen. Dus Kijk. ja, dat is super. Ja. Zeker. En dat heb ik ook gelijk aangepakt. We hebben gelijk een schema gemaakt van hey, wat gaan we doen? En ja, ik wil absoluut gewoon een beetje fitter worden. Een paar kilootjes eraf. En goed de spieren soepel houden. En dan. Ik ga de komende 2 jaar echt heel serieus in. Ja, je hebt al natuurlijk al een beetje ervaring op de Pro Tour, omdat je dan als vervanger toch mee mocht doen met de grote namen. Als je binnenkort dan weer de tour opgaat, heb je dan bepaalde darters waar je een beetje op kan terugvallen, die je even, ja, waar je aan de tafel kan zitten, zeg maar, op de Players Championship toernooien? Ja, kijk, mijn manager is Frank van Kraai van Masterdarts. En hij heeft natuurlijk Jeffrey Spadidaans en Radek Saganski ook. Dus ik ga veel met hun reizen en ik denk ook gewoon met hun aan tafel te zitten. En ik heb ook wel een beetje contact met Danny Noppert, maar ja, om daar gelijk aan die tafel te gaan zitten, dat moet ik eerst verdienen, denk Ja. ik. Nou ja, Radek Sarganski heeft het natuurlijk ook hartstikke goed gedaan. Dus wie weet, gaat voor jou hetzelfde gebeuren. Ja, de komende 2 jaar ga je op die tour? Wat wil jij graag bereiken de komende 2 jaar? Ik wil in ieder geval 1 keer op het WK staan. Dat is absoluut een hoofddoel. Die kans krijg ik nu en daar ga ik alles aan doen om dat te halen. En ja, natuurlijk wil ik heel graag die kaart gewoon behouden. Na 2 jaar in die top 64 staan en dan weer door. Maar ik wil gewoon sowieso een keer WK staan. Dat is echt het hoofddoel. En ja, daar ga ik alles aan doen. En wat er voor de rest allemaal bij komt, ja, dat is bonus in principe. Dus gewoon, in principe is het doel verschoven van Lakeside, het WDF-WK, naar ja, het echte WK, zeg maar. Ja, zeker. En daar heb ik nou 2 jaar de tijd voor. En ja, wie weet. Het moet kunnen. Het moet kunnen. Het wordt wel heel lastig, maar ja, wie weet. Ja, je had het net ook al over je manager, ja, Master Darts is dat. Die heeft ook wel wat andere Nederlandse spelers. Het is ook een Nederlandse man. Maar wat doet de management eigenlijk in het darten? Nou, vooral he, alles voor ons regelen. En in principe reist hij altijd zelf mee. Dus meestal gaan we in de bus. In een busje en dan rijdt hij zelf. Alles regelen en ja, een beetje begeleiden en zo eigenlijk op de plaats waar hij dan speelt. En dat eigenlijk. Duidelijk. Ja, we hebben het al even over gehad, maar je bent 24 jaar, nog niet zo heel oud. Hoe ben jij eigenlijk begonnen met het darten? Wanneer heb je de pijlen opgepakt? Toen ik ongeveer 11 jaar was.
Toen, ja, mijn moeder deed het altijd al. Die was, toen ik vroeger op de basisschool was, toen ging zij 's middags altijd trainen. Dus die was er helemaal gek van. Ik vond het ook wel leuk om te zien, maar ik deed het toen zelf nog niet. Maar ik voetbalde eerst. Ja, je zou het nu niet meer zeggen, maar ik voetbalde eerst. Maar ja, op een gegeven moment brak ik mijn arm heel raar, mijn elleboog. En toen ben ik daarna ben ik begonnen met darten. En ja, daar bleek ik toch wat beter in te zijn. Dus eigenlijk vanaf mijn 11e. Kijk, en nu eindelijk officieel op de tour. Toen jij je tourkaart pakte en je kwam weer thuis in Dokkum, kon je een feestje vieren? Hoe werd je Nee. verwelkomd? Of was het allemaal normaal? Nou ja, ik was kapot. Want we zaten natuurlijk die hele week al in Kalkaar. Nou ja, de hele week. Nou, je weet zelf hoe het gaat op zulke toernooien. En het zijn gewoon hele zware weken. Ja. En ik had die zaterdag en zondag voor die week had ik ook nog Super League en NDB gehad. Dus dat waren 9 dagen op rij darts. Dus ik ben thuis gekomen. Ik heb een half uur op de bank gezeten. En toen ben ik ook eigenlijk gaan slapen. Want ik was helemaal op. Snap ik. Ja, die rust zal je nu nog wel even hebben, maar ik denk als het seizoen start, zal je heen en weer reizen. En ja, dan wens ik je in ieder geval alle succes op de tour. En dan hoop ik natuurlijk van harte dat jij je droom waar kan maken en het PDC WK kan halen. Dus dankjewel, Jitse. Ook bedankt, we gaan er alles aan doen.